Wat bijzonder vriendelijk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van de Straten van Amsterdam. En wij nemen u vandaag mee naar Amsterdam-West, de Jan van Galenstraat om precies te zijn. En we zullen ons uiterste best doen om er weer een interessante uitzending van te maken. En zo niet, ja, dan had u misschien beter een goed boek kunnen lezen. Maar hoe dan ook zullen we ons best doen om dat toch zo leuk mogelijk en interessant mogelijk te maken. Overigens wil ik u wijzen dat wij weer volkomen live zijn. En ditmaal met dank aan een speciale gast, Hans Wildenberg. Hallo. Hallo. Dag Hans, u komt helemaal uit Arnhem vandaag om de rugzak, de live verbinding te dragen. Waarom? Nou, ik ben een trouwe kijker van de Straten van. Dus de kans om een keer mee te lopen liet ik niet ontglippen. Oh, dat vind ik heel leuk. Maar ik begrijp dat Amsterdammers zo nu dan wel geïnteresseerd kunnen zijn in hun straat, om de hoek. Maar iemand uit Arnhem, wat heeft u met Amsterdam? Nou, ik denk dat het vooral het programma zelf is. Ik vroeger als kind altijd logeren bij mijn oom en tante aan het Klein Gartmanplantsoen bij het Leidseplein in Amsterdam. Dat is wel een mooie locatie. Ja, prachtige locatie. Mijn oom was hoofdbewaarder van de gevangenis daar. Dus we logeerden in het portierswoning. En, dat is wel te gek dat ze maar nu het Max Eeuwenplein is, toch? Klopt, ja. En als je de deksel van de wc dicht deed, kon je door het kleine raampje op de binnenplaats kijken. En dat was op momenten dat gevangenen werden vervoerd heel erg spannend voor een kind natuurlijk. Maar vond u niet een klein beetje griezelig als jonge jongen? Ja, ik vond het wel een beetje griezelig. Maar ja, dat was niet heel erg... Ik kon er wel mee dealen, zeg maar. Okay. Ja. En nu zijn we in Amsterdam-West, Jan van Galenstraat. Wat vindt u ervan, zo op het eerste gezicht? Nou, dit is een wat rommelige omgeving, maar ik geloof dat hier de komende jaren heel wat aan verbouwd gaat worden. Dus ik ben benieuwd naar de plannen. Ja, okay, ja, we hebben natuurlijk hier het foodcenter, dat wordt op de schop genomen. Maar we hebben daar ook de piramides. Volgens mij zijn die in 2007 voltooid door Sjoerd Soeters, als ik me niet vergis. 55 meter hoog ter vergelijking. De Wisten Toren is 58 meter hoog, dus die is net nog iets groter. Wat vindt u ervan, Hans? Ik weet het niet. Aan de ene kant vind ik een piramide een hele bijzondere vorm. Ik ben wel heel benieuwd hoe de mensen zich voelen die erin wonen. Of ze zich als een farao opgesloten voelen. Of dat ze een mooie plek en een mooi uitzicht hebben. Een fijne plek om te wonen. Ja, we hadden heel erg geprobeerd om daar bewoners te kunnen bereiken. Maar die waren allemaal of niet thuis of aan het werk. Dus die houdt u van ons te goed. Overigens, ik vind het zelf wel leuk dat het toch een verwijzing is. Ik weet niet of dat expres is gedaan naar de Amsterdamse trapgevel. Dat vind ik wel weer aardig hier in West. Maar fijn, dan laten we maar beginnen met de uitzending. Maar nog één ding, dan gaan we echt aan de slag. Wij worden vandaag ook gevolgd door Frank van Brandwijk. En die heeft een enorm vreemd ding om zijn nek hangen. Wat gebeurt hier precies? Dit is een soort van steadicam, maar dan een hele moderne steadicam. Hoe werkt dat dan? Nou, het is allemaal elektronisch, dus dat betekent dat het beeld niet meer beweegt. Het maakt niet uit wat je doet, je kan hem zo bewegen. Alle kanten op bewegen en het blijft altijd recht. En het is met name voor dit programma is dat het wel eens leuk kunnen zijn. Omdat die camera nog wel eens bij sommige mensen wil bewegen. En behoorlijk wil bewegen. Niet bij deze camera? Nee, bij deze absoluut niet. Nee, bij de meeste niet. Maar goed, dat hoort er eenmaal bij. Dus het is een testje. Ik mag even een dagje met je meelopen. Vind ik hartstikke leuk. Maar, om te oefenen, om te kijken of dat allemaal goed werkt. Het effect hiervan is een beetje alsof je door de ruimte zweeft, toch? Ja, dat klopt helemaal. Je zweeft door de ruimte. Dat is het hele idee. Nou, ja. Ik ben benieuwd naar het resultaat. En doet er geen pijn om de nek? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook uittesten. Het is een half uur lang, dus dat is vrij lang. Over een half uur kan ik je vertellen of het pijn gaat doen. Tot nu toe gaat het in ieder geval heel goed. Het ziet er indrukwekkend uit. Ik denk dat als u hiermee in Paradiso rondloopt, dat u vrouwen bij de vleet aan de haak slaat. Dat weet ik niet. Maar goed, nu eerst de Jan van Galenstraat. Succes in ieder geval. En de Jan van Galenstraat, ja, u kent vast de snackbar daar. Wat altijd leuk is om er nog even de maandaanbieding te halen. Maar u kent vast ook het, voor sommigen, het vermaledijde Marcanti gebouw. En daar zien we twee acteurs en schrijvers van wel eer. Nou, meneer Laagveen, hallo. Hey. Dag Pieter aan het vijf. Dag meneer Witte. Hi. Hallo. Wat staat u hier zo te doen voor het Marcanti Plaza? Wij staan te doen alsof we niet naar binnen willen. Het is een stuk mooi weer en hier binnen is het altijd koud. Hier is het 7 jaar dicht geweest. Er zit nog een soort kou in het pand. Dat is er nu aan het uittrekken. Maar wij zijn, het is met dit mooie weer, is het fijner hier staan dan binnen. Maar we laten jullie binnen zien als je dat wil. Maar bent u hier vroeger veel geweest ook? Want er zijn verschillende verhalen. Ja, ik ben hier geweest. Het pand heeft ontzettend veel verschillende namen gehad. De Hoeksteen, Kremlin en de tijd dat het Marcanti Plaza heette. In de jaren 90 denk ik, toen waren
waren hier veel feesten, ook waar acteursfeesten. Dus u bent daar ook wel regelmatig? Daar ben ik ook regelmatig geweest. Ik ben er één keer geweest? Ja, ik 3 keer. Oh ja? Ja, dat is regelmatig. Hoe ging het daar aan toe? Was het echt zo? Ja, ik hoor wel verhalen dat het inderdaad overal... Dat was eigenlijk best wel... Dat was echt netjes, volgens mij. Het heeft ongelooflijk veel wc's. Ja, denk het wel, ja. Er zijn echt, volgens mij is er op elke bezoeker is er 1 wc voor 5 bezoekers of zo. Dus maar dat zegt wel iets. Er stonden ook altijd 2, 3 mensen in 1 wc, dat kan me wel herinneren. En u samen ook nog een keer? Nee, tegen... het was meestal mannetje. Nou, er waren wel eens wc's waar mannen samen waren, ook vrouwen, maar ook veel mannen, vrouwen, dat soort. Ik kan me wel herinneren. Ja. Dit is hoe wij er niet normaal uitzien. Daar hecht ik toch wel even om dat te benadrukken. Zo ijdel bent u wel weer. Maar zo zag ik er wel uit in de jaren 80. En dat vond ik heel cool. Dus een hoge broek en een trui in de broek. Ja, en aangezien de voorstelling in de jaren 80 begint. En mijn vriend Peter, ik speel Hans, hij speelt Peter. Die ziet er aanmerkelijk cooler uit. Hij is een coole kraker. En ik ben een beetje de filosoof. En dat zie je eigenlijk al een beetje als je mij zo ziet staan. Ja, dan heb ik ook een Palestina sjaal om en een grote leren jas. Maar dat is nu allemaal te warm. Is dat dan een nozem zoals we die kennen? Nee, dat is... sorry, voor mijn fout. Een kraker. Oh, sorry. Helm op je kop, buis in je handen en de ME tegemoet. Nou, laten we dan... Op die manier naar binnen gaan. Ik ben reuze benieuwd, Abrevoer, meneer Witte. En komt u vooral met ons mee, want we gaan iets beleven. Toen wij hier in februari aankwamen, waren iets van 1,5 jaar op zoek naar een pand waar we voorstellingen konden maken. Ja. Want we een voorstelling wilden maken over de geschiedenis van Amsterdam van de afgelopen 30 jaar. Toen wij als jonge broekies, 18, 19, 20 jaar, de stad inkwamen. Toen had je die krakersrellen en zo. En hoe de stad en wij zelf, onze generatie, veranderd is in die afgelopen 30 jaar. En dan hadden we gekozen tussen de kroning van Beatrix, waarbij de stad gewoon met, een veldslag was. Tanks zelfs. Tanks door de straten. Zien we straks ook wat beelden van. Ja, als je het toch. Ja. En de afgelopen kroning met Willem-Alexander, dat er een meisje op de Dam stond met een bordje boe. En die werd door 6 ME'ers afgevoerd. Oh, dat was een terroristische aanslag. Dus die vertrutting van de stad, kan je grof gezegd, daar wilden wij een voorstelling over maken. Dan zochten wij een pand. Dat lukte niet, want alle panden, alle projectontwikkelaars zitten daar op. En toen kwam opeens in februari dit pand vrij. En toen waren wij de eerste die hier in mochten. Toen had je dus geen licht, geen verwarming. Het stonk hier. Hier lag er een enorme berg blauwe enveloppen. Vuilnis, rotzooi. En wij liepen toen met zo'n telefoontje, met zo'n lichtje erop. Liepen wij echt. Er was nog niks te zien. Het was echt helemaal donker. En dat was spannend, lijkt me toch? Ja, dat was wel heel gaaf. Ja, dat stonk als de neten. Maar. Om iets van het gevoel ook aan het publiek te geven, gaan we niet meteen naar de theaterzaal, maar hebben we een routing, zoals we dat noemen, gemaakt. Routing? Ja, een route gewoon. Oh, sorry, ja, dat moet allemaal hip. Ja, dat is een hip woord. En dan heb je een beetje het gevoel hoe het pand is, want je verdwaalt nogal door het pand. Het is eigenlijk veel groter dan je denkt. Maar u heeft zelfs die vieze lucht die u net omschreef een beetje kunnen behouden hier in deze ruimte. Ja, dat, als de kijker zou kunnen ruiken, dan zou hij nu even zijn neus dicht doen. Het is vochtig oud. Daar liggen allemaal dode ratten. Daar gaan we niet heen. Maar het is een pand wat gewoon... Ja, als iets 7 jaar leeg staat, dan trekt het vocht erin. En het is al veel beter dan het was. Ja, ja. Want de verwarming is weer gemaakt. En de bedoeling is dat het nog 7 jaar hier... De circulatie doet het weer. En hier komt in september, waar we nu staan, een heel goed, hip restaurant. Oh, de Marktkantine. De Marktkantine. Ja. En dat is ook wat het vroeger was, toch? Het Marcanti Plaza? Of het is begonnen als een kantine voor het marktpersoneel. In de jaren 35 of zo. Een verenigingsgebouw. Dus de Marktkantine. En dat werd door de Amsterdammers afgekort tot Marcanti. Met een soort Italiaanse slag. Maar het is gewoon Marcanti. Het is een verenigingsgebouw geweest. Ik kom steeds meer mensen tegen. Gisteren was er een vriendin van mij. Die was met haar moeder hier geweest toen ze 7 was op dansles. Er waren hier klaverjas toernooien. Er zijn hier mensen die hebben hun examens hier gehouden. En dit is een beetje het oude gedeelte. En straks gaan we naar het nieuwe gedeelte. Dat is in de jaren 50 erbij gebouwd. En toen heeft bijvoorbeeld Jacques Brel hier ook 2 keer opgetreden. Ja. In de zaal ook waar we straks komen. Oh, dus, bevindt u zich in goed gezelschap? Heel veel, we zien hier allemaal tegels. Dit waren de wc's, douches, de keuken. Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik ook niet. De kroketten gewoon in het frituur gegooid, denk ik. Gewoon, inderdaad. Hoe kan het ook anders? Afkoelingen. Wat gek om hier te beseffen dat hier dan vroeger allemaal marktlui rondbanjerden. Toch? Vindt u niet? Ja. Nou, ik weet niet, want er is hierachter is ook aangebouwd. Is er ook een kegelbaan geweest. 8 grote kegelbanen. Het is nu helemaal weg. Maar dat was ook een enorm uitgaansgedeelte.
En dat, daar mogen we nu dienen, we geven vergunning voor. Maar dat zit er eigenlijk ook helemaal aan vast. Dus het is een huge gebouw. En wij zochten voor de voorstelling iets wat, omdat het zo in die kraakwereld begint, iets wat de sfeer van ja, een pand wat al een tijdje leeg staat. Nou, kijk om je heen. Ja, dat is goed gelukt. Dus hebben we ook gezegd van, tegen de beheerder van, doe er niets meer aan. Doe er voorlopig niets meer aan tot wij eruit zijn. Want dit waren we juist laten zien. Het is wel een goede, daar kan de Efteling nog een puntje aan zuigen aan deze trip, lijkt mij ook. Ja, u moet ons maar rondleiden. Geen idee waar we naartoe gaan. Nou, klopt. Houden we zin om een baantje aflevering hier op te nemen? Heeft u dat niet? Nou, er zitten hier ook allemaal kelders onder. En laatst was hier een filmploeg van de tv-serie Smeres. En die zochten een darkroom gedeelte. We kunnen daar nu niet bij. Maar hieronder zijn nog allemaal hele vieze, gore kelders. En te zien in Smeres over 2 jaar. Ah, kijk eens. Nou, dat hebben we even gezien. Schaf in Tilburg. Ja, dat film. Dat, Smeres speelt Schaf in Tilburg. Dus even, wat, oh, dit ziet er ja, welkom, heel anders uit. Welkom in onze foyer. Nou, daar zie je ook de marktkantine staan. Dat is er ook net op geschilderd. Ook deze spiegels waren in deze staat toen wij hier binnenkwamen. Hebben we ook van gezegd, alsjeblieft, laat die zo zoals ze zijn. Er is een bar gebouwd, maar op een zeer improvisorische manier. En dit is een ruimte geworden waar je kan relaxen van tevoren. Een drankje kan drinken. Een beetje Berlijn-achtig. En aan die kant zie je... even kijken, dat zijn beelden van de kroning van Willem-Alexander. En aan de overkant zie je dan de kroning van... Nee, dat is precies, dat is Beatrix. Dat lijkt mij die van Beatrix. En, ja, en dat is Alexander, dus je ziet steeds... De tuttigheid vergeleken, ja, de echte ja, krakersrillen. Ja, nou zie je toevallig daar net een beetje een officieel stukje. Maar meestal is daar rookje. Je ziet die, hoe die rellen waren, man. Dat zijn heftige beelden. Het is nu een beetje tuttige beelden van keurig, braaf. Nou, eigenlijk zoals wij nu ook rondlopen. Zo lopen zij daar rond. Maar je ziet daar ook beelden van het geweld van die tijd. Ja, die beelden kennen we allemaal. Jezus, man. Maar, ja, maar toch, als je dat, ik schrik er wel weer van. Hoe heftig er tot aan toe ging. U zei net, ja, u wilt een voorstelling maken tegen de vertrutting. Ja, maar, tegen, gewoon constateren hoe de stad is veranderd. En hoe onze generatie... dat heeft meegemaakt. Dat je met een hele hoop idealen... En wij zijn natuurlijk hier de stad binnengekomen toen ik jaar 19 was. Dat er ook een crisis was. Zoals onze generatie toen werd genoemd. No future en lost generation en zo. Dat was helemaal niks meer. Ze had helemaal geen zin om een opleiding te doen. Dus je kon net zo goed naar de toneelschool. Er was toch geen mogelijkheden om een toekomst op te bouwen. En toen had je die krakersbeweging, je had de Bach, want je had een hele hoop idealisme. Ging je als jonge jongen ging je door de stad. En hoe dat nu verwoorden is en hoe in welke tijd wij nu leven. Ja, in de voorstelling eindigen we met een vereniging van eigenaren. En dat zijn eigenlijk diezelfde krakers die in de jaren 80 alles voor de gemeenschap over hadden. En het persoonlijke stond altijd in dienst van het gemeenschappelijke. Alles delen. En in die scène nu in de VVE staat iedereen alleen maar zijn eigen stukje grond te bewaren. En Peter wordt eruit geknikkerd omdat hij een Airbnb heeft. En dat veroorzaakt veel overlast bij. Kijk, dat klinkt toch goed. Ja, precies. Kijk, daar gaan we. Beetje de, maar dat is wel gaaf. Als je ziet, die krakers daar, die gasten, die hebben toch... Als je, blauwe rug, denk ik. Als je beseft, we hebben een beetje research gedaan, dat je beseft dat de gemeenteraad toen echt vergaande plannen hadden om de Jordaan te slopen, om de Nieuwmarkt te slopen, de Staatsliedenbuurt, de Pijp. Het moest allemaal gesloopt worden en er moesten allemaal brede straten aan, de Wieboudstraat. En deze gasten hebben natuurlijk allemaal dat wel tegengehouden. En nu, 30 jaar later, is dat het kapitaal van de stad. Nou, daar komen nu de toeristen op af, op al die oude wijken. Dus het is wel fantastisch geweest dat dit geweld heeft plaatsgevonden, want het heeft wel heel veel voor de stad betekend. Nou, dan bij deze alle krakers die destijds actief waren en nu kijken, dank voor het behoud van de stad voor een groot deel. Dat mag ook wel eens gezegd worden. De politie hierop gaat reageren op deze mededeling, want het was ook een teringzooi, hoor. Ja, nou, en ik zat er zelf naar te kijken. Al die nuance altijd. Ja, wel nuance. Kijk, en het fantastische van onze voorstelling is, je ziet daar al... Zijn het echte krakers? Tien mensen. Ja, die hebben we uit de tijd teruggetoverd. Nee, dit zijn onze medespelers. Waarvan 70 jaar. In totaal doen er 60 mensen mee aan de voorstelling. 20 fanfaren van het fanfaren van de Eerste Liefdesnacht. En 40 mensen die auditie bij ons hebben gedaan. En van die 80 die er auditie hebben gedaan, zijn er een aantal overgebleven. En ja, die zijn al 6 weken met ons aan het repeteren. En spelen ook allemaal, net als wij, die 30 jaar. Dus iedereen heeft 4, 5 kostuums.
kostuums. Want je snapt, ik eindig niet zo. Dit is jaren 80. In de jaren 90 hebben we onze Roxy-achtige kleding aan. Maar er staan dus straks 80 man op het podium. 70. Oh, 70. Ja. Oh, pardon. Ja, wiskunde was nooit mijn sterkste. Ja, dat geeft het. Wordt een gezellige bende dan, zeg. Heeft u er een beetje zin in? Want wanneer gaat het in première eigenlijk? De première is zaterdag, morgen. Oh jee, ja. Zenuwachtig of valt het altijd, mee? Gezonde spanning. Heeft u ook tekst of bent u alleen maar een beetje de boel kort en klein aan het slaan? ik doe beide. Hoeveel tekst heeft u? Ik denk 4, 5 zinnen. En de mooiste is? Hey, jij denkt dat je heel wat bent met je aandelen? Dat is een mooie teaser. Dat is een mooie teaser. En mevrouw met die mooie haren, heeft u ook tekst of niet? Ja. En roep het maar hoor. Oh, dat is heel erg. Blackout. Nee, dat is mijn tekst. Dat is mijn tekst. Oh, ik kan mijn tekst, ja. Ik heb een angststoornis. Oh, oké. Okay. Nou, de Miek spreekt boekdelen. We gaan wat zien ook, toch? Of ja, niet? Toch wel. Ja. Je ziet hier nu de jonge mensen. De jongste die meedoet is 17 en de oudste die meedoet is 67. Dus er zijn ook een hele oudere generatie. We hebben echt 45 man tussen de 17 en de 67. De hele range, alle generaties doen eraan mee. Meneer Witte, ik vind het reuze interessant, maar ik wil het ook wel zien. Als je mij gewoon Leopold noemt, dan vind ik het leuk om het te horen. Oh, meneer Witte, dat moet je niet doen. Je bent toch meneer Witte? Ja, dat weet ik, maar ik vind het niet leuk. Oh, sorry, meneer Leopold. Maar de acteur en schrijver was, dus ik dacht, dat is het meneer Witte. Maar sorry. Wil je nog naar beneden of wil je nog... Oh ja, mag het nog even? Ja, als je dus wil. Ja, en de vogel. Vlucht dan. Ja, kom. Toch of niet? Nou, sorry, het is een beetje special bijna aan het worden, maar we gaan straks nog naar bewoners toe. Dus als u zich daarop verheugt, dan moet u nog even geduld hebben. De kleedkamers, de Achernebbisch kleedkamers van de amateurs, nu, op dit moment. Maar niet van de zakgroep. Oh, sorry, we lopen even snel. Ja, sorry, ik wil even kijken. Hier zitten nu de zie ik aan de rode pakjes. We hebben een fantastische groep zangers, 8 zangers van het Conservatorium van Den Haag. Die is afgestudeerd. Club Gewalt. Die zijn echt, die brengen de voorstelling tot een heel hoog niveau, mag ik zeggen. Het is echt fantastisch. Die zingen hip-hop, klassieke muziek, alles. Dit is nog meer schoenen, wel veel schoenen. Ja, heel veel. Ja. Nou, kijk, er zijn 160 kostuums. Je ziet het staan. Van Anne Fleur tot Miet. Oh ja, het is allemaal. En Saïda. Er zijn 100. Ja. Omdat we de geschiedenis van 30 jaar vertellen, is het ook een modebeeld. We gaan hier wel even omhoog. Het is wel heel wat is dit dan? Wat gebeurt hier? Dit ziet er spannend uit, tenminste. Wat gebeurde hier? Ja, wat is dit? Nou, dit was dus het gevoel wat we hadden toen we hier het pand inkwamen. Toen zag het er allemaal zo uit. Afgeknipte lijnen hier, rotzooi. Wauw, wat spannend hoor. Leuk om hier rond te lopen. Verdwaalt u nog wel eens hier? Ja, want je hebt hierboven ook allemaal kantoor en woonruimte. En dat was ook de mogelijkheid om daar te repeteren. En daar waren we ook aan het eten. Dat was het eerste gedeelte wat verwarming had. Dus daar kan je ook nog eindeloos dwalen. Ja, we zijn regelmatig elkaar kwijt. Kijk, en mocht u net zijn ingeschakeld, wij zijn in de Marktkantine aan de Jan van Galenstraat. Het voormalige vermalendijde Markante Plaats. Ja? Dit was vroeger dus backstage. Ja? Hier sta je dus eigenlijk in de coulissen. Waar Jacques Brel, denk ik, hier zenuwachtig stond. Jacques Brel? Jacques Brel, die stond. Jacques Brel. Die stond hier, want die ging. Dat was dus de zaal waar honderden mensen zaten. En daar staat nu onze tribune. Maar dit is het officiële oude podium. Hier met de trekkerwand. De gek. Misschien als de cameraman nog één keer de zaal binnenfilmt, kunnen we heel veel 10 seconden Jacques Brel horen ondertussen om even nog een gevoel te krijgen hoe dat was destijds. Daar zit een achterneef van Jacques. U moet niet door Jacques Brel heen praten, Leopold. U mag veel doen, maar dat niet. Nou doe ik het zelf. Sorry. Ja, nou zo is het wel weer genoeg. Ja, pardon. Oké, okay, nou dan gaan we nu... This way, please. Yes. En later is het dus in de jaren 80, 90 is het. Het is nu gewoon nog steeds van het bouwfonds. En toen zijn er. Toen zijn er waanzinnige feesten gehouden. En heel veel zwart geld, wit gewassen. Gijs de Lange. Notabene, wat een toeval. Dag meneer De Lange. Heeft u het onder controle? Ja, ik heb het helemaal onder controle. Oké, wat gaan we zien? Ik moet even een overgangetje repeteren. Dat is een muziekstuk met de zangers van Gewalt die daarboven staan. En de krakers, speelt zich af in de krakerswereld. Krijgen een opsomming van wat voor wapens ze in huis hebben. En dat slepen ze op tijdens dat nummer.
Dat moet ik nou even repeteren. Ik ben reuze benieuwd en ik hou hem hard vast. Ja, oké. Gaan we dat doen? Oké, jongens. We beginnen met de opzomming van Melissa. En dat te bedenken... 17 bestpiralen, 9 boelkasten, 36 blikken verf, 12 draaimekker, 124 zaken. We zijn nu aan het werk of we zitten op school, wat dan ook. Het is een veel grotere groep mensen. Het ziet er wel te gek uit hoor, Leopold. Dankjewel. Bedankt voor de fijne rondleiding ook en de vele kennis. Ik verheug me erg op de voorstelling als ik dit zo zie hoor. We spelen hier nog tot 24 juni gewoon. Tot 24 juni, voor iedereen die geïnteresseerd is. Ja, heel graag. Nou, er zijn er heel veel, 70% van de kaartjes zijn al verkocht. Dus. Heel goed. Okay, nou. Dus je moet haar opschieten als je wil. Okay, nou, knoop het in uw oren. Ja. Heel veel dank, succes met alles. Dit is een mooie teaser inderdaad. Hoor. Te gek. En dat te bedenken dat eigenlijk vroeg deze vloer vol met, wat zijn jullie ook alweer? Sperma en coke. Lach. Ja. Nou, kijk eens aan. Dat het was iets voor. Ja, historisch stukje vloer waar we overheen lopen. Nou, te gek. Heel veel dank. Okay, Geert, bedankt. Dankjewel. Succes met alles. Ja, dankjewel. En, hou je taai. Ja. Hoi. Dag. Hoi. Bedankt. Hè. Even kijken, hoe moeten we nu heen? Was goed hoor. Mooie tekst ook. Oh, bedankt. Daarheen, toch? Of niet? Ja. Ja, en misschien voor het gevoel dan nog heel veel Jacques Brel, omdat hij hier ook fijn heeft opgetreden op het... Waar kan die plaats? Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent. De wereld waar je bij ze terecht komt, dan. Waarom helemaal in de jaren 80? Ik hoop dat u het gevoel ook een beetje heeft. Hans, vond u het wat? Hartstikke leuk. Ja, vond u het even zo'n vet? Winnerij. Leuk. Ja, interessant wel? Ja, erg mooi. Lekkere muziek. Maar u kent het ook nog wel van vroeger, denk ik, of niet, het Markanti? Nee, zeg me niets. Oké, nou, dat vind ik ook wel... Maar nu niet meer. Nu, nou, spannend voor ik dit aan. Goed, wij gaan op weg naar de familie De Boer. En misschien is dit ook wel een fijn moment om te vertellen dat als u zelf nog leuke straatsuggesties heeft of op- of aanmerkingen, dan kunt u altijd mee naar straten@at5.nl. En dan zullen we dat allemaal zorgvuldig proberen te behandelen. En dan kijken we wel weer waar het schip strandt. En over schepen gesproken, woonarken. Familie De Boer, dat is een alleskunner eigenlijk. Die heeft... Ja, wat heeft hij niet gedaan? Dat is meer de vraag die je zou stellen als je hem spreekt. Dag meneer De Boer. Wat zegt u? De Boer. Dag. Hoe maakt u het? Goed. En ja? Ja, uitstekend. Mooie woonaar, ik zeg. Ja, vindt u? Ja, geweldig. Ja, daar hebben we ook hard voor gewerkt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. Ik vertelde net, u bent een alleskunner. Want ja. Wat heeft u niet gedaan? Dat is een beetje de vraag. Nou, ja, van alles eigenlijk in mijn leven. Kunt u het in een notendop vertellen? Ja, hoe kan ik dat nou uitleggen? We zijn 50 jaar getrouwd van de week, afgelopen week, woensdag. Ja, van harte gefeliciteerd. Dankjewel, hoe houdt het uit? Ja, dus we zijn 50 jaar getrouwd. En, nog steeds gelukkig? Ja, volgens mij wel. Ik weet niet hoe mevrouw erover denkt, maar laten we het dan maar ophouden. Maar we hebben van alles gedaan, gevaren, op de kermis gezeten, eigenlijk van alles. Altijd eigen baas geweest. Ik heb wel voor iedereen en wat gedaan, bij een koppelbaas gezeten. Heel veel jaren voor Joop van der Ende wat gedaan. Oh, dat zo, ja, u kende Joop van der Ende nog toen hij een clown was? Ja, heel lang geleden. Ja, toen had hij nog een duo.
En toen kon ik van der Ende al, ja. En ik, nou ja, het is, maar het is nog steeds van der Ende zoals hij 50 jaar geleden was. Ja? Het is niet, hij staat met beide benen op de grond en het is wel prettig. En nog steeds kan hij een beetje moppen tappen ook? Of? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want wij, ik had alleen maar met mijn werk te maken. Maar voor de rest, ja, ik vond het altijd een prettige man. Want wat deed u dan als werk? Nou, wij deden kermissen. Hij deed toen heel veel gigantische feesten organiseren. Mm-hmm. En dan deden wij met wat familie van me, deden we de hele kermis voor hem maken in zo'n gigantisch gebouw. Maar alles in het klein, dus een kleine schiettent en alles klein. En dat maakte Jan Lulf, bouwde dat. En wij hadden dus de attracties. Wie? Ja, dat was een hele grote decoratie ontwerpen. En schilder. Vroeger had je bij de bioscopen had je zo'n groot bord. En er stonden alle acteurs op en wat voor film er was. En dat werd gemaakt door Jan Lulf. En die zat met Lindegracht. Jan in de Jordaan. Onthoud het nou, Jan Lulf. Ja, Jan Lulf. Ja, sorry. Ja. Maar toen bent u hier terechtgekomen uiteindelijk? Nee, ja. Of niet? Oh, sorry. Nee, maar toen ik... Ja, dat is zo. Nadat ik bij Van der Ende zat, ben ik hier terechtgekomen. Want daarvoor hadden we een ander schip. Zaten we overal. En toen hebben we de Ark gekocht, een andere. Mm-hmm. En daar hebben we liggen hier nu 41 of 41 jaar. Jeetje. En is de boel veel veranderd? Ja, het lijkt me een prachtige plek. Alleen wat ik zelf meteen dacht, is die blinde muur daar. Dat ja, lijkt me wel verschrikking. Ze hebben hem afgebroken in Berlijn en toen hebben ze hem hier neergezet. Nee, de bedrijven die gingen hier wat vernieuwen. Dus toen werd dat de achterkant van de bedrijven. Maar eigenlijk moet je dan een keer naar het marktwezen gaan. Nou, dan gaan we een andere keer. Want ja, dat zou ik echt een keer doen. Want daar kunnen ze precies vertellen hoe het allemaal. Kijk, ik weet van 40 jaar, weet ik hier al, nou langer. Maar vroeger met mijn ouders stonden we aan de overkant. En toen deed ik, want je komt net mijn kant uit, zag ik. Maar vroeger had je mijn kant ook, had je een kegelbanen. Ja. En dan deden wij als jongens zijnde de kegels overeind zetten. Want nu wordt dat allemaal automatisch gedaan. Maar toen als er dan een vereniging kwam, die kegelen, dan renden we over, want het kreeg patiënten. Oh, wat leuk. Ja, zo verdiende dat. En 's morgens vroeg deden we de karren van de markt. Die duwden we de brug op. Want dan had je nog handkarren en later kreeg je paardenwagens en auto's. Maar handkarren, bakfietsen, die duwden we mee. En dan kreeg je 5 cent. Of niks. Dus dat werd morgen betalen we, maar dat werd elke dag morgen. Dus nou, dan ging ze elkaar een keertje om, want zo werkt het ook natuurlijk. Oh, dat klinkt wel een romantische tijd. Ja, dat was ook leuk. Maar denkt u er met veel weemoed aan terug? Of? Nou, weemoed niet. Ik weet alleen dat het heel leuk was. Ja. Maar nu is het toch ook een leuke tijd? Want mijn kinderen... Ja, ik vermaak me super. Nee, maar ja, dat wil ik net zeggen. Mijn kinderen vinden het ook een prachtige tijd. Ja. En dat waren mijn ouders ook. Die vonden het vroeger ook. Voor iedereen, elk getijde heeft zijn charme. Dat vind ik een mooie uitspraak. Of niet? Zullen we binnenkijken? Heel graag. Mag het? Zullen we het een keer even opengooien? Keurig tuin ook. Mooi bijgehouden. Zeg. Ja, dat is mijn vrouw de werk hoor. Oh, nou, de complimenten voor uw vrouw. Hier moet nog een nieuwe deur in. Die is dat staat, er, die staat al buiten. Ja, dat is er. Hoe vind je dat? Een beauty hoor. Kom maar verder. Allemaal. U moet u bukken denk ik met dat apparaatje. Ja, dat is inderdaad vreemd. Nou, als je er nog eentje doorlaat. Ja, sorry. Dat is vaak zo op een woonark. Dan staan we even met z'n tweeën hier. Kijk, er komt het hele zootje naar binnen. Lukt het nog allemaal? Gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Oh, kijk eens aan. Nou, zal ik even kort vertellen. Toen wij deze woonark kochten, zat deze keuken erin. Zo. En we hebben deze ark gekocht, maar er is nog een verdieping op. Mm-hmm. Mijn vrouw werd ziek en die moest dialyseren. En we dachten dat ze thuis zou dialyseren. Dus toen hebben we dit gekocht. En dan boven was de bedoeling om te verbouwen. Dat mijn vrouw daar zou kunnen dialyseren. Nou. En omdat we een hond hadden, een beetje hygiënisch en schoon. Maar toen kreeg ze een nieuwe nier. Oh, ja, dat kan, dat vind ik toch... Ja, die nier werkt perfect. Echt? Maar de bijwerking van de medicijnen is een verschrikking. Oké, okay. Wat gebeurt er dan precies? Nou ja, alles. Ze hebben heel veel prednison. Dus je krijgt een dik hoofd. Nou ja, het is eigenlijk... En ze heeft 1,5 jaar lopen trillen. Ja, dat is echt 2 keer niks. Nee. Maar heel langzaam krabbelt ze op en het komt best goed. Ja, dat... Zullen we boven even kijken waar we nu dus wonen? Ja, nee, als het mag van u, ben ik daar reuze. Ja hoor. Wat een ruime woonarts. Nee, hoe begin nog pas. Oh, dan met een kleine woonarts. Let op met de trap. Dag mevrouw de Boer. Hallo. Sorry dat we storen. Hallo, dag Pieter. Wat woont u heerlijk, zeg. Dat lijkt me wel fantastisch. Ja. Ja? We weten niet anders. Oh ja, u zegt het. Ja. En kijk, gefeliciteerd inderdaad met de 50 jaar huwelijk. 50 jaar, ja. Ja. Uw man is nog erg gelukkig met u en andersom ook wel. Ach ja, alles wint, hè. Kunt u 1 positieve en 1 negatieve eigenschap van uw man vertellen? Nou, gouden handjes. Maar hij praat veel. Hij lult veel. Maar hij luistert ook wel? Of... Nee. Oh, ja, dat is...
Ja, dan... Nee hoor, we hebben geen huwelijk, we hebben een meningsverschil. Kijk, dat kon je nog niet, dat is een hele goeie. Oh, die ga ik onthouden inderdaad, dat vind ik wel heel mooi. Dat is dus de keuze die we nu hebben. Oh, dat is te gek, een vijfpitter. Ja, dat is mijn vrouw heeft dit bedacht en ik heb het moeten maken. Ja, die keuken hebben we laten maken natuurlijk, zo gekocht. Maar ze hebben alles zo bedacht en ik heb het gebouwd. Maar uw vrouw zei net dat u gouden handjes heeft. Ja, nou... Maar u bent ook bokser geweest? Ja, dat is heel lang geleden. Maar was u goed? Heeft u ook nog wel in het Markantie gebokst? Nee. Ik was maar gewoon amateur. Oké. Okay. Maar wel aardig dus. U heeft nog een mooie neus. Ja. Dat moest aan de andere vier geen vrouwen. Ik heb wel bij Markantie gewerkt. Ja, u heeft er ook. Wat deed u daar dan? Ja, 40... Nou, gewoon schoonmaken. 40,5 jaar geleden. En waar, hoe ging het er toen aan toe? Hoe zag een gemiddelde dag... Wat die meneer net zei. Kegelbaan en beneden die vieze kelders waren de opslag van wijnen en toestanden. En daar moesten wij ons omkleden ook als werkster. En er was een café-restaurant. Wow. En er was een kaasbeurs. Elke maandag. Kaas. Van kaas. Is dat ook hoe u elkaar ontmoet heeft? Dat uw man de kegels... Nee, hoor. Gewoon indoor heet het in de stad. In de stad? Maar hoe ging dat dan? Nou ja, we hadden een vriendin en we gingen naar een... Naar een cafeetje en hij kon goed dansen, dus rock'n'rollen. En meneer kon ook goed rock'n'rollen, of Casper. Nou ja, en dat klikte. Ja? Ja. Oh jee. Ja, maar had u dan toen gedacht dat u hier nu samen nog steeds zou zitten? Of? Nou ja, dat weet je nooit natuurlijk. Ja. Dat weet je niet. We hebben op punt gestaan om weg te gaan. Ja? Ja, toen het zo verschrikkelijk hier bij Markantie was. Hier vandaan bedoel ik. Oh, op die manier. Ja, hier vandaan, hè. Dat was verschrikkelijk. Ja, we hebben echt veel overlast. Ja, we hebben zoveel... Dooien voor de deur. Ja, we hebben dingen, pistolen gevonden en van alles en nog wat. Bijlenmessen. En die lagen allemaal om de boom heen. Mm-hmm. En als ze dan een donkere avond noemden wij dat... Gewoon een Surinaamse avond tegen Antillianen. En die konden een donkere elkaar avond noemden wij in. Dat dan. Nu wel. En dan, dan gingen we met mijn zoon, die is nu 44, gingen we om de bomen kijken. Spuitbusjes vinden, pistolen. Spuitbusjes, pistolen. In mijn postbus. Jezus. Ik ben bij een postbus, we hebben postbussen daar. Ja, dat u nog leeft, het is een wonder. Ik zei, wij gaan, hoe heet het? En verschrikkelijk plassen voor de deur. Hele bussen en dan springen eruit en... Maar u bent wel blij dat het nu inderdaad... Ja, nou, we hebben ervoor gestreden hoor, ja? Dat het wegging. Ja, echt. Ja. Oké, okay. Nou, dat is uw geluk. Dat is ook wel fijn. Ja, maar ja, nu is hij weer terug. Ja, maar nu wel anders. Ja, dat is weer anders. Dat is, ja, heel anders. Maar meneer en mevrouw, we komen al naar afronden toe. Ik weet het. Nu al, ben jij snel? Ja, sorry, ja, dat is de regie die mijn oor tettert. Ja, dat weet ik wel. Ik zou graag hier nog eindeloos met u. Maar willen jullie nog wat drinken voor aansluiting? Whisky met eigen. Dat lijkt me reuze. Maar ik ben vooral benieuwd, de Jan van Galenstraat in één zin. Nee, dat begrijp ik. Waar moet je nu nog heen? Ik ben benieuwd wat u er vindt in één zin. Nou ja, het is de drukste straat van Amsterdam. De smerigste straat van Amsterdam. Dat is toch smerig van de Wieboud, hè? Ja, dit is verschrikkelijk hier. Maar nu gaan de vrachtwagens gaan van deze kant weg. Die gaan via de Haarlemmerweg erop. En dat scheelt natuurlijk zeker 50%. Ja. Maar dit is de meest vervuilde straat, ik denk, van Nederland. Oh jee. Nou, dan zie je er nog goed uit. Jawel. Meneer, word je opgenomen waar je zegt? Ik wil nog één ding even laten zien. En want jullie gaan toch weg. Nou, hier wonen we dus boven. Ja, ja, inderdaad. Oké. Okay. Bedankt, hè. Ja, ook. Een goede ding, hè. Dag. Nou zou ik jullie aanraden om achteruit de trap af te gaan. Dat is een beetje makkelijker. Ja, want je glijdt zo gauw uit, hè. Oké, dan ga ik dat doen. Oh, okay. Ja, dat is een beetje veiliger voor iedereen. Ja. Want hoor je op een boot, hè, achteruit eraf te lopen. Ik moet toch andersom doen. Ja, heb je al eens een boot gelopen dan? Gewoon, we gaan hier beneden. Met die hond lijkt een beetje op Bobby, denk ik. Ja, die met doet niks, kostuum ook, geloof ik. Goed. Gaan we even hier kijken. Gaan we poppen. Kijk, die heb ik helemaal zelf gebouwd. Dit is uw trots van uw woning? Ja, niet alleen hoor, ik heb er veel meer. Maar dit heb ik helemaal zelf gebouwd. Dat het is allemaal stukjes glas. Ja. En dat ook. Ik heb alles zelf gemaakt. Alleen ik had de vloer er helemaal kanten klaar in leggen. Toen kwam ik tot de ontdekking dat de leidingen nog in moesten. Dus alles er weer uit. Maar dan heeft u wel wat. Ja, dat moet toch ook. Je moet toch een beetje goed zijn, of niet? Ja, u heeft ook een leuk uitzicht vanaf de pot. Hier vissen. Ja, en eigenlijk, als je wat in het water gooit, komen er zeker 20 zulke grote vissen. Elke dag. Jee. Dat is toch hartstikke leuk, zeg maar. Ja, gek. Nou, ik ben blij dat u dit nog even heeft laten zien, meneer de Boer. Nou, dan komen we nu toch echt...
aan de afronden toe. En dan niet in, het, ja, in de zin van memento mori. Als je mooi wilt, ja, als u ondertussen dat ziet. Hans, bent u blij dat u mee bent gelopen? Zeker, ik vond het een hele leuke middag. Ja. Nou, kijk eens aan. En die komt uit Urnhem, hè? Zo heet dat daar, hè? Urnhem, ja precies, Arnhem. Dank voor het kijken. Morgen zijn we weer geheel live, maar dan vanuit een andere straat in Amsterdam. Ik bedoel maandag. Dank voor het kijken en dank voor uw geduld. AT5. Straat van Amsterdam. Dat gaat bom. Ja, ze is dood. Maar die is al 13, hoor. Okay.